Oranje speelt wel vaker tegen Zweden, zo ook op het gewonnen EK van 2017. Maar hoe kijken die Zweden daar nou zelf tegenaan? Ja, in de zoektocht naar een Zweed die ook het Nederlandse voetbal kent, dwaalden onze gedachten direct terug naar zijn tijd bij Ajax, waar hij 2 keer kampioen werd en UEFA Cup won. Van Schip zoekt Branko zijn tegenstander op. Die krijgt hulp van Onorati. En daar is de kopbal van Pettersson en de goal van Ajax, zeg. Ja, en wij zijn allebei groot fan van deze man. En daarom gaan we nu eens even proberen om contact te leggen met niemand minder dan Stefan Pettersson. Inmiddels 56 jaar oud en woonachtig in de donkere bossen van Zweden. Stefan? Ja, wij zijn van de Nederlandse radio. Mogen we u even een paar vragen stellen, meneer Pettersson? Over het WK? Ja. Neem ik aan? Ja. Ja, ja. Dat kan. Kijk jij alle wedstrijden, Stefan, of niet? Ik kijk wel naar de wedstrijden, ja. En wat vind je ervan? Nou, ik vind dat Zweden wordt met wedstrijden beter en beter. Ja. En tegen Duitsland hebben ze het heel goed gedaan. Ja. En nu staat woensdag op het menu Nederland tegen Zweden, halve finale. Dus wij zijn alvast een beetje aan het spioneren bij de Zweedse. En ik heb het idee, jullie beste speler is Jakobsson, hè? Zeker een van de betere. Met haar snelheid. Dan is moeilijk te stoppen. Is het ook jouw persoonlijke favoriet of is dat toch Kosovaren als Lani? Ik vind wel die Rolf die geschorst is, die vind ik wel een hele leuke, goede, interessante speelster, heet het. Hè? Ja. Maar ze is dus geschorst tegen Nederland. Ja, godzijdank, ja, zeggen wij. Voor ons gelukkig, ja. Voor jullie wel, ja. Ja. En die vrouw die tweede goal maakte tegen Duitsland, die heeft zo'n mooie naam, vind ik. Blackstenius. Blackstenius, ja, dat is een heel mooie naam. Ja. Wat betekent dat eigenlijk, die naam, Blackstenius? Niks eigenlijk. Het is niet zoals in Nederland betekent de achternaam. Veel meer, denk ik. Is het populair eigenlijk in Zweden, het vrouwenvoetbal? Want ik heb het gevoel dat hier in Nederland, ja, het begint nu de laatste jaren in één keer heel populair te worden. Het wordt hier met de dag eigenlijk populairder. Het is al lang populair wel, maar nu is het veel mensen volgen het Zweedse elftal. En het leeft hier echt in het media. Echt de goede kant op voor vrouwenvoetbal in Zweden. Of in Europa, denk ik ook. Best wel leuk. En kun je er ook echt van genieten? Ja, als het goed voetbal is, dan geniet ik wel. Ja, ja. Ja, en dat is het nog niet altijd, hè? Maar dat is ook niet altijd met herenvoetbal. Heb je helemaal gelijk in. Dat is ook weer zo. Ja, wat leuk om jou weer eens te spreken, Stefan Pettersson. Wij waren vroeger eigenlijk altijd wel een beetje fan van jou. Ja. Nou, leuk. Ik hoop dat het zo blijft. Ik hoop wel dat Nederland wint van Zweden, hoor, woensdag. Dat mag je wel hopen, maar kijk maar uit. Dankjewel, Stefan Pettersson.